is inderdaad groot, maar het heeft te maken met leiderschap. Alles staat en valt met de leiders die je kiest. Wij als Surinamers, wij kunnen de schuld niet geven aan anderen. Wij hebben de leiders gekozen die er nu zijn. Wij moeten ervoor zorgen dat we ander soort leiderschap kiezen. Leiderschap die waarden en normen hoog in hun vaandel hebben. Want dat is heel belangrijk. Je kan niet een leider zijn en die verantwoordelijkheid niet willen nemen. Je kan niet een leider zijn en waarbij iedereen ziet dat als je het land neemt, heb je een koers van 82 en nu zit je bijna op 1 of 14 of 1 of 20. Bij de bank is dat nog waarschijnlijk 8,5, de centrale bank, om dat zogenaamd te camoufleren. Maar de feiten zijn daar dat de mensen die aan de macht zijn niet accountable zijn en niet kennis en kunde en karakter genoeg hebben om Suriname te verheffen. Men praat wel over dingen en je ziet mensen gaan met politieke truitjes alsof het die partij is of die autoriteiten zijn die dat gedaan hebben voor het land. Een brug, een verleden weer een polykliniek of een voetbalveld. Hoe schandelijk is dat? Met onze belastinggelden gaan mensen daar met een politieke tenue, om zogenaamd te zeggen wat de regerende partij gedaan heeft. Dat soort dingen moeten we afstraffen. We moeten komen op een plaats dat mensen accountable zijn. Als je een fout gemaakt heeft of als je verdacht wordt dat je een fout hebt gedaan zoals we nu hebben met de minister van Financiën. Zou hij voor nu een stapje terug moeten doen? Hij zou de eer aan zichzelf moeten houden. Dat zou hem een leider maken en zijn onschuld bewijzen in de rechtbank. Het kan niet anders. En dat moeten we, die awareness moeten we brengen naar het volk, naar die volgende generatie. Dat luister, we hebben geen politici nodig die denken aan de volgende verkiezing. Want dat is precies wat die huidige coalitie doet. Wat we nodig hebben zijn staatsmannen en staatsvrouwen die denken aan de volgende generatie. Het gaat niet om de volgende verkiezing. Alternatief 2020 is niet gekomen voor een volgende verkiezing. Alternatief 2020 is gekomen om dit volk te verheffen voor de komende generatie. En daarom strijden we tegen fundamenteel onrecht die wij gezien hebben in de afgelopen 50 jaren, waarbij politici meer gaan voor zichzelf in plaats voor het volk, de goede niet nagesproken. Wat belangrijk is voor ons als Alternatief 2020, dat wij moeten meer en meer moeten werken en het volk die awareness moeten geven dat wanneer je leiders kiest, kijk 1 naar hun kennis, kijk 2 naar hun kunde, maar kijk ook naar hun waarden of karakter, want dat is heel belangrijk. Volg in leiders die niet accountable willen zijn. Want dat werkt niet in deze tijd. We hebben genoeg van voorbeelden in de hele wereld. Wanneer iemand zegt, ik ben niet mee. We hebben het net gezien met die minister van Volksgezondheid in Brazilië. Hij en zijn president heeft die eer aan zichzelf gehouden. Of die president gewoon gezegd, als je zo doorgaat, kan ik niet met je werken. De president heeft hem bedankt. Ik dacht ook die minister van Justitie. Dat soort leiders hebben wij nodig. Die de president kunnen aankijken in de ogen. En ook parlementaire volksvertegenwoordigers. Dit pik ik niet. Dit is niet waarvoor ik gekozen heb. Ik ga voor het volk en niet voor partij en eng politiek belang.